Na een koele periode krijgen we dit weekend warme lucht naar ons toe. Vanuit Spanje komt er tropische lucht opzetten. Vandaag zullen de temperaturen nog niet zo hoog oplopen. De maxima halen tussen 12 en 17 graden. En vooral in het zuiden van België is het warmer. We krijgen dus vandaag eerst wat lichte regen, later wordt het droger vanuit het zuidwesten. Zondag dan is het aangenaam warm. De temperaturen veren op richting een zomerse 25 graden. De dag begint met plaatselijke onweerachtige buien in het westen van België en Nederland. En daarna wordt het zonniger en verdwijnen de buien. Tegen de avond verwachten we terug plaatselijke regen- en onweersbuien vanuit het westen. Rukwinden en hagel zijn eventueel mogelijk. In de samenvatting van de kansen op onweer in België zien we vooral 's ochtends en 's avonds een cluster van buien en onweer. Ook in Nederland, iets later weliswaar, komen er plaatselijke buien met onweer in de ochtend- en in de avondperiode. Wees voorzichtig in zulk weer.